Want die overheid heeft toch een hoop steken laten vallen de afgelopen decennia. Ongetwijfeld onbedoeld, waardoor die burger op grotere afstand is komen te staan. Hè? Ja, ik ga het toch nog één keer herhalen. Ja? Het begint allemaal met luisteren. Ik heb laatst een speech gehouden bij D66, heb ik gezegd. Het is luisteren naar de zachte stem. En dat zit heel dicht tegen wat mevrouw van der Plas ook in de schoollezing zei. Je moet proberen om met mensen te praten. Mensen willen geen overheid die zegt, nou, als u nou kiest, dan voeren wij wel uit wat u wil. Mm-hmm. Nee, die willen een stevige overheid. Maar die overheid moet wel de indruk hebben gegeven dat ze op zijn minst gevoelig zijn voor de argumenten. Nou, dat heb ik bij de aardbevingen en de gevolgen en de schade gedaan. Dat ben ik gaan doen. Uh-huh. En dat heeft er gewoon toe geleid dat daar meer vertrouwen ontstaan is. Ik wil niet zeggen dat het ideaal is nu, maar wel meer. Maar u bent uit die Haagse en Brusselse torens, waar u veel invloed had in het verleden, gekomen om gewoon eens naar de mensen toe te gaan. Ja. Heeft u inmiddels ook uw partij en kabinetscollega's ervan overtuigd dat dit de weg is? Nou, het kabinet hadden we al gedaan toen we de enquêterapport bespraken. En mijn partij, ik schrijf mede met anderen, ik ben voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, ik schrijf het programma. Wordt dat een programma van meer luisteren en minder direct? Ja. En ook een programma voor het midden, wat ik net al zei. En het is ook gewoon belangrijk dat je concrete dingen doet. Noem eens een concrete manier om te zeggen, burger, we staan toch dichterbij. In Groningen. In Groningen was het zo, als je daar schade had en je ging naar de rechter en je kreeg gelijk, dat dan het instituut wat schade betaalde, vervolgens in een hoger beroep kon. Ja. Namens de staat. Namens de staat. Er kwamen dure advocaten van de Zuidas en die kwamen de staat verdedigen. Ik heb daarvan gezegd, laten we daar nou mee stoppen. En ik zou zeggen, laten we dat nou in Nederland helemaal proberen te doen. Laten we nou stoppen met hoger beroep van de overheid tegen burgers. Soms is hoger beroep nog nodig en daar zijn we omwegen voor, zodat het niet om de burger gaat. Om te zorgen dat je weet waar je naartoe bent, bij volgende gevallen. Maar we voeren gewoon geen individuele rechtszaken meer tegen mensen in de hoogte. Voor mijn duidelijkheid, staat, burger staan tegenover elkaar. Ja. Burger wint. Burger en dan zegt de staat, daar laten we het bij. Daar laten we het bij. Tenzij er een andere reden is, namelijk bijvoorbeeld dat je wil weten in de volgende 800 gevallen hoe het dan zal gaan. Maar dan vraag je maar een uitspraak aan een hogere rechter zonder dat gevolg heeft. Voor die burger. Voor die zaak, want de burger mag dan zijn of haar bijvoorbeeld schade. Dit is zo'n ding. Dit is zo'n ding. Houden.